voor de uitvoering van het Decent Work Country Program Suriname 3 heeft het ministerie van AWJ op 30 november met de ILO een seminar gehouden over internationale arbeidsnormen en het Surinaamse arbeidsrecht. Shingo Miyake, specialist van het ILO, heeft daarbij presentaties gehouden en tools verschaft over verbetering en upgrading van de arbeidsstandaarden in Suriname. Minister McAndrew vond dit seminar belangrijk, zeker als het gaat om ratificaties van de ILO-conventies en aanpassing van de Surinaamse arbeidswetgeving op basis hiervan. In het dorp Nieuw-Lambé in Brokopondo is er op 8 december een nieuwe waterinstallatie in gebruik genomen. Deze faciliteit voorziet 1200 bewoners van de dorpen Nieuw-Lambé, Kapasikele en Muyekiki van schoon drinkwater. President Santokki ziet het als taak van elke regering om water toegankelijk te maken voor alle Surinamers. Vicepresident Brunswijk toonde zich opgelucht dat er een einde is gekomen aan de jarenlange waterproblematiek van het gebied. Volgens hem konden de mensen vroeger het rivierwater consumeren, maar vanwege vervuiling door goudwinningsactiviteiten is dit niet meer mogelijk. Na het succes van het Diaspora Seminar 1.0 zal er op 21 december het Diaspora Seminar 2.0 plaatsvinden. De TAPTO Groep NV, het Diaspora Instituut Nederland en het Diaspora Instituut Suriname zullen samen met Surinamers lokaal als in diaspora brainstormen over diepgaande ontwikkelingen van het land. Het seminar zal de Sranamang fysiek en online tot één moeten verbinden. Samen zullen zij de 10 bouwstenen die zijn aangedragen na het Diaspora Seminar 1.0 in augustus middels discussies omzetten in concrete plannen.